Goedemiddag, daar ben ik weer, Zelda Play 20 terug met een nieuwe video. Dit keer een speciale video, omdat dit keer geen modded survival. Dit keer ga ik de Pixelmon server waar ik heel erg vaak op kom laten zien. En het leuke is, daar kan iedereen opkomen. Maar voordat we daar dus zeg maar gaan beginnen, ik sta hier een beetje in mijn eigen shop. En ik moet het natuurlijk wel eventjes vertellen. Deze server die draait op 1.7.2. We gebruiken op dit moment Pixelmon versie 3.1.4. Daar draaien we op dit moment op. Dus dat zijn sowieso, zeg maar, dat is de server en de mod die je nodig hebt. Natuurlijk werkt er met Fortune alles op Google. Kun je vinden hoe en alles dat dan werkt. Maar ja, dat is eventjes bijzaak. En we gaan dus, zeg maar, beginnen met hoe dat je dan, zeg maar, hier begint. Nou, voordat ik dus, zeg maar, verder ga. Dit is mijn nederige kleine woning hier. Er zit veel meer achter. Dat laat ik natuurlijk allemaal later zien. Dat komt allemaal wel goed. Maar je begint dus, zeg maar, bij de spawn. En daar gaan we nou naartoe. En er is dus een heleboel wat je kan doen hier in Pixelmon. Sowieso, ik ben er. Eigendunk! Ach, ik hou wel van een beetje eigendunk af en toe, een beetje een grapje. Nou, je komt dus zeg maar hier en dan krijg je dus zeg maar dat je hier kan voten. En dan krijg je dus rewards kun je voor voten krijgen. Je krijgt dan rare candies, ultra balls, pokeballs, great balls, rare candies en fototokens. Maar meer over dat later. En daar horen wij mee in telefoon. Verder kun je dan zeg maar kit tools krijgen. En met kit tools dan krijg je dus zeg maar een paar pokeballs. Je krijgt de golden shuffle die later is. Die heel erg belangrijk is voor later. Zoals je dus zeg maar kan zien dat je dan dingen kan claimen. Er zitten ook heel vaak heel veel mensen hierbij. Zoals je dus zeg maar hier kan zien in de mensen die dan aanwezig zijn. Om eventjes een hele kleine rondleiding te geven in de spawn, wat zeker heel erg handig is. Je hebt dus zeg maar hier de regels, heel erg belangrijk. Je kunt ook slash rules doen, want nogmaals, dit is niet mijn server. Dus niet dat daar verwarring over is. Het is gewoon een normale publieke Pixelmon server. Die super gezellig is, naar allemaal informatie over hoe dat je items kan maken. Want ja, het is Pixelmon. En wat is Pixelmon nou eigenlijk? Nou, Pixelmon dat is dus de spellen die je dus zeg maar normaal op de Game Boy speelt, zoals Pokémon. Je kunt dat nou ook in Minecraft spelen. En meer daarover, daar ga ik natuurlijk helemaal over verder. Zoals je hier ziet, hier kun je dus zeg maar je Pokémon healen, je hebt je PC's, je kunt ruilen. Dat kun je allemaal in spawn doen, dat is hier allemaal zeg maar neergezet. Je hebt hier ook winkels zeg maar, zodat je dus dingen kan kopen. Want je begint met 500 geld en je kunt dus ook dingen verkopen, zoals je dus zeg maar hier ziet. Dus een heleboel items. Een heleboel items. Je kunt ook dingen verkopen aan andere spelers. Maar ja, dan is het dus de bedoeling van dat je gaat beginnen met je eigen avontuur. Nou, dan is het leuk om je eigen basis te maken. En daar ga ik dus nou over verder beginnen. En heel eerlijk moet ik zeggen dat ik wel dat geluidje op de achtergrond heel erg leuk vind. Dus hoppakee, dan ga je dus door die waterval en dan kom je dus willekeurig ergens op de kaart terecht. En dan begint het dus zeg maar dat je je Pokémon kan vangen. Je begint natuurlijk voordat je de server gaat starten, begin je met de start Pokémon. Dus je kunt kiezen uit de eerste, volgens mij 6 generaties van start Pokémon waar je dus uit kan kiezen. En aan de zijkant zie je dus zeg maar de Pokémon die ik bij me heb op dit moment. Ik heb veel meer Pokémon, maar dat komt allemaal later. Nou, je hebt dus de chat dat je met elkaar kan praten. Je hebt de crew, de stafmembers die dus zeg maar helpen met, hoe heet dat, vragen, opmerkingen. Die chat dus zeg maar vrolijk en leuk houden en die dus zeg maar filteren voor creepers en spammers. Nou, om de eerste tutorial te gaan beginnen is het dus zeg maar je moet een huis gaan maken. Nou, natuurlijk wil ik niet de video veel te lang gaan draaien van hoe dat je je huis kan maken. Ik zal gewoon laten zien hoe dat het bij mij eruit ziet. Deze warp is voor iedereen te gebruiken. Dus wil je zelf een kijkje nemen hier, dan is dat natuurlijk mogelijk. Dit is mijn winkel hier. Hier ben ik begonnen en zoals je dus zeg maar kan zien, heb ik hier heel erg veel tijd in gestoken. Nou, zoals je dus ziet, ik heb hier mijn eigen winkeltje. Je kunt hier pokeballs kopen, greatballs, ultraballs, levelballs, friendballs. Allemaal ballen die hier hebben kunnen komen. Alle ballen verzamelen, zelfs masterballs die zijn hier te koop. Hartstikke gezellig. Dit is natuurlijk allemaal van de staffmembers hier, die hier dus werken. En die hier dus zeg maar voor de veiligheid, sorry, die hebben hier dus zeg maar de winkels een beetje zeg maar gekleurd met hun signs. Verder heb ik dan ook nog hier zeg maar een extra plekje waar je dus zeg maar nog meer kan kopen, zoals Thunderstones, Waterstones, Rare Candies, Diamonds zelfs. We hebben ze hier allemaal, maar ja, ik koop ze ook, dus heb je dus zeg maar een beetje te veel. En op dit moment wordt er een beetje helaas gespamd en de mods die komen er gelijk aan. Eventjes ter verwarring te voorkomen. De staffmembers hier zijn niet de staffmembers die jullie gewend zijn bij Zelda Play 20, dus Towler. Towler is hier wel geweest, die heeft dit huis hier gebouwd, alleen die is meer bezig in Towertown dan in Pixelmon. En die heeft dus zeg maar dit huis gebouwd en dat huis dat blijft hier natuurlijk ook staan voor hem zoals hier. En zoals jullie dus zagen, ik kan Fly gebruiken, er is een donatiesysteem. Maar het mooie van deze server is,
je bent niet verplicht om te doneren om dus zeg maar alles te krijgen wat je zou willen hebben. Misschien zijn sommige items wat moeilijker te krijgen, maar je bent niet verplicht om te doneren. Nou, dit is dus zeg maar mijn eigen Battle Arena en voordat je dus gaat zeggen van ja, mooie pixel art, dat is makkelijk om te maken in creative mode. Dit was niet in creative mode, want er bestaat geen creative mode in Pixelmon. Dit is dus totaal met de hand gemaakt. Maar genoeg, buiten dat kun je dus zeg maar in 3D alle Pokémon die je hebt gevangen, zoals jullie dus net al bij de trailer zagen, kun je dus in 3D kun je dus al je Pokémon laten zien. Als ik niet een beetje lag. Want ik ben een beetje lag aan het moment. Oké, daar hebben we die erbij. Hoppakee. Sommige Pokémon zien er echt fantastisch uit. Sommige Pokémon zijn dus nog zeg maar in development. Zoals je dus ziet. Net zoals Dragonite ziet er nog een beetje blokkerig uit. Jolteon. Ik moet zeggen, ik vind Jolteon best wel leuk. Maar zoals je dus ziet, je hebt ook verschillende groottes. Sommige Pokémon zijn groter als andere. En dat geeft toch weer een beetje leuk dat je dan... Ja, dat je dan toch zeg maar je... Pokémon, sommige groter zijn dan andere. En ja, ik weet niet, ik vind het toch leuk. Je kunt dus ook nog eens een keer met andere Pokémon trainers battelen. We zijn bezig met een gym systeem. Dat je dus zeg maar ook een gym kan verslaan. En dat je daar badges voor krijgt en noem maar op. Je hebt bos Pokémon die je dus zeg maar kan verslaan. En er is zoveel te zien. Nou, dit is dan zeg maar mijn eigen arena. Maar ik zou bijvoorbeeld naar Warp Market Square gaan. Om te weten waar dat de warps zijn, dan kun je dus altijd vragen. Moet ik wel eventjes goed typen. Square, dank je. Ik heb moeite met typen, ik weet ook niet waarom. Nou, en als je dan zeg maar hier bij Market Square, dan hebben ze dus zeg maar hier een heel kasteel gebouwd. En echt, ik vind dit echt een van de mooiste plekken zeg maar in heel Pixelmon. Die ze dus gemaakt hebben van Sky Service. Voordat jullie vragen van ja, hoe komen we hier, de links staan allemaal in de beschrijving waar dat je Pixelmon kan downloaden. En natuurlijk het IP voor deze server. Niet vergeten om natuurlijk ook de regels te lezen om verkeerde dingen zeg maar... bijvoorbeeld verboden mods die je zeg maar zou kunnen adden tot die er niet bij zitten. Want het zou natuurlijk zonde zijn als je hier binnenkomt met een bannen mod of zoiets in die trend. Dus ik moet zeggen, ik vind het echt hier een windmolen. Het is net Nederland. Oké. Sorry. Dus ja, dat vind ik zeker... Ik vind dat heel erg mooi om hier dan gewoon ook doorheen te lopen. Maar ja, wat dus zeg maar het mooie is, je kunt dus hier... je eigen winkel bouwen, je kunt je eigen huis bouwen, je kunt pixel art bouwen, je kunt met andere Pokémon trainen, je kunt legendaries zoeken. Er is zoveel wat je hier kan doen. En als je dus een hele grote fan bent van Pokémon, en ja, ik ben een hele grote fan van Pokémon, omdat ja, Pokémon die bestaat al 16 jaar ondertussen. Dus ik moet zeggen, ik vind het heel erg leuk dat je dan zeg maar hier gewoon echt een 3D-wereld hebt, waar je dus in 3D met Pokémon kan battelen en overal mee kan nemen. En om nog heel eventjes het verder te gooien, kijk, ik heb dan wel laten zien dat ik Fly heb, maar iedereen kan vliegen als je de juiste Pokémon hebt. Zoals je dus ziet, ik vlieg hier gewoon rond op mijn Charizard door deze town heen. En dat is dus echt, ik vind dit gewoon echt een van de gaafste dingen. Je kunt dus gewoon, het ziet er zelfs ook gaaf uit in F5-mode, zoals je dat zeg maar hier ziet. Je ziet dus zeg maar gewoon hier... gezellig dat je aan het vliegen bent over de stad heen. En ik moet zeggen, dat vond ik een heel mooi shotje. Dus we hebben ook altijd heel erg veel evenementen. Hebben die hier dan, dat je dan dropparties hebt waar je dan gratis items kan krijgen. Quizjes, tournamenten die worden gehouden. Pokémon Battle Arena's, noem maar op. Misschien leuk om eventjes te laten zien. Warp Arena. Poep. Nou, en als je dan hier zeg maar bij de arena komt, verandert gelijk de muziek natuurlijk in een battle muziekje. En als je dan hier komt, heb je dus zeg maar ook nog eens een keer 4 verschillende arenas waar je dan ook zeg maar kan battelen. Dit wordt ook heel erg vaak gebruikt bij toernooien, tot er dan zeg maar heel veel trainers tegelijkertijd zeg maar kunnen battelen. Waardoor dat je dus een knockout challenge hebt en al die dingen, wat dus zeker heel erg gaaf is. Dus ik weet niet, er is zoveel aangekleed. Maar ja, zoals ik al zei, je hebt dus het wilde plekje, je hebt het open plekje. Je hebt dus zeg maar van alles waar je dus in principe naartoe kan. Nou, is er nog meer wat ik hier zou kunnen laten zien, zeg? Ik ga heel eventjes kijken of ik een wauw! Kijk, hier is... Oh, een Wartortle. Nou, ik heb dus, zeg maar, zoals jullie dat zien, ik heb hier een Pokémon genaamd 1AP. En ik kan jullie dus nou mooi laten zien hoe dat ik een Pokémon ga vangen. Nou, zoals je dus ziet, je komt dus, zeg maar, in een soort van battle. En ik ben dus in battle met Wartortle, niet met die Slowpoke. Die Slowpoke, daar hebben we niks mee te maken. En... ik wil die Pokémon vallen. Nou, ik heb dan zeg maar mijn Sizzle met Valswipe. Want ervoor zorg ik zoals de meeste Pokémon kennis weten. Dat je dus zeg maar dat Pokémon nogal op een laag HP neer kan zetten. Nou, dus dan ga ik hem eventjes gooien op 1 HP. Maar moet ik zeggen dat hij die muziekje best wel goed bij past. Oké, dan ga ik nou heel eventjes naar mijn Jolteon. Die vernoemd is naar Voltaire van Chuck Conroy. En dan wil ik hem eventjes ook gelijk verlammen. En zoals je ziet, die is op level 100. Die heb ik echt al... ja, ik zit hier al heel erg lang. Ik heb hier heel lang voor getraind.
En dan gaan we dus naar de Thunder Wave. Word Total is Paralyzed. Oké, nou dan gaan we dus nou zeg maar mijn pokeballs gooien. Deze heb ik gewoon in mijn inventory en dan wordt dat zeg maar zo neergegooid. En ja, ik heb een matchbal, maar ik kijk daar niet op gooien. Maar ja, een levelbal die zal heel erg effectief zijn, aangezien dat deze Word Total level 23 is. En Voltaire is op level 100, dus haal ik hem in één keer. Only in 1.6.4. Ik weet niet waar dat hij over praat. En we hebben War Turtle. Yay! Nou, zoals je dus ziet, onze staff die is altijd paraat om de vragen en alles te beantwoorden. Ik zelf ben ook een staff, dus je zou ook bij mij terecht kunnen komen voor vragen. Onthoud wel, deze server is volledig in Engels. Dus de publieke chat is natuurlijk wel belangrijk dat je daar Engels gaat praten en niet Nederlands. Message, dat mag weer wel, zeg maar. Dan stuur je een bericht naar iemand anders toe. Dan kan het wel in het Nederlands. Niet iedereen is Nederlands. Ik ben Nederlands natuurlijk, maar buiten dat. Dus, Ik ga eens heel eventjes kijken of ik met iemand kan battelen. En dan doe ik hier al eventjes een knipje. En dan ga ik eens heel eventjes kijken of ik een battle kan regelen. Dus ik zie jullie zo terug. Oké, dus we hebben nou hier een trainer. En die gaan we dus battelen. Ik heb geen flauw idee welke Pokémon dat ik heb gekozen. Ik heb mijn Espeon gekozen tegen een Marowak. Oké, op zich is dat niet zo'n heel erg probleem. Maar ja, ik ben natuurlijk heel erg sterk. En heb ik al woorden in de knip heb ik dat al uitgelegd. Maar ja, het nadeel is dus, ja, sommige trainers die zijn dan weer niet zo sterk. En dan heb je dus zeg maar een unfair battle zoals nu. En aan de ene kant is dat wel jammer. Maar ja, aan de andere kant, het is alleen maar om te laten zien hoe dat battles precies werken. En zoals je dus ziet, je hebt dus zeg maar geen animaties. Maar de camera kun je dus zelf instellen in je config of dat gaat spinnen of rechtlijnig. Ik heb mezelf op spinnen gezet. En zoals je dus zeg maar ziet, is het de bedoeling om gewoon zeg maar een battle te hebben, alsof dat je een andere trainer zeg maar aan de battle bent. Zo werkt het eigenlijk ook met de gyms waar we nog op dit moment mee bezig zijn. Om dat natuurlijk helemaal bugvrij te krijgen. Nou, en we hebben weer een Pokémon verslagen. En ja, ik heb dus zeg maar een heel team. En ik had gehoopt dat er dus zeg maar een level 100 opponent was. Maar helaas is dat niet het geval. Dus hoe kan hij nog een Marowak hebben? Die Marowak was verslagen. Maakt niet uit. Oh nee, die heeft natuurlijk, we hebben nou abilities en Sturdy die zorgt ervoor dat ze nog maar 1 HP dan overhouden, dus en wij wachten op zijn volgende Pokémon, Kabutops, level 40. Oké, nou ja, ik hoef alleen maar eigenlijk precies te doen, dat is eigenlijk best wel jammer. Ik wil hem toch wel bedanken tot hij zeg maar mee wil doen. Zijn naam is Beer, zover ik had gezien. Ik weet niet of dat bier is of echt een beer, dat hij Nederlands is, ik zou het niet weten. Dus maar ja, dit is eigenlijk praktisch hoe dat battles eigenlijk werken. En zorg er natuurlijk wel voor dat je dus niet zo super overpowered zo'n overpowered trainer gaat battelen als je dus zeg maar nog niet echt op dat stadium bent. Want ik ben eigenlijk zeg maar een beetje E3 gebeuren of E4 of iets in die trend. Ik ben nog niet echt officieel E4, maar thanks a beer. Dat is wel eigenlijk zo vriendelijk. Dus ja, die battle systeem dat is echt heel erg leuk om dat zeker zo samen te doen. Nou, om heel eventjes verder te gaan in de recording, heb je dus zeg maar al die mensen die dus zeg maar aan het kijken zijn naar die battle. En die dus hun eigen Pokémon hebben en die dus, daar vliegt er eentje dus eventjes vandoor. Volgens mij zit hij stiekem bij Team Rocket. Zit jij stiekem bij Team Rocket? Zombie, ik praat tegen je. Zit jij stiekem in Team Rocket, jongetje? Nee, hè? Oké. Nou, heb je een flauw idee wat ik zeg, want hun horen mij dus niet. Beer, ik ben heel eventjes nog bezig met de opname. Ik ken nou niet antwoorden. Wat ik jullie nog heel eventjes wil laten zien is, als je iets bouwt, hoe veilig is dat? Dat is het laatste wat ik heel eventjes wil laten zien. De rest is natuurlijk tot ik jullie dan ontmoet hier en tot jullie gezellig. Als jullie Pixelmon leuk vinden, dan is het dus zeg maar heel erg leuk dat jullie dan zeg maar ook hier zouden joinen. Voting systeem, daar heb ik ook nog heel eventjes om te laten zien. Maar ben je dus iets aan het bouwen? Laat ik eens heel eventjes op het Mac vinden. Ja, ik denk dat deze plek wel heel erg mooi is. Nou, stel je voor, je hebt hier een heel mooi huis gebouwd. Of je vindt deze boom heel erg mooi. Ik vind het zo'n mooie boompje. Jij wordt mijn vriendje. Dan kun je dus zeg maar land claimen. Nou, zoals je ziet, ik ken dus 12.220 bloks hebben. Maar dat komt omdat ik al heel lang online ben. Hoe langer dat je online bent, hoe meer bloks dat je kan claimen. En het is heel erg simpel hoe dat je dat doet. Je doet dus gewoon de rechtermuisknop doe je dan gewoon hier. En dan krijg je dus zeg maar die diamonds. Die diamonds zijn niet echt een diamondsblok, maar dan krijg je dus zeg maar hier een corner te zien. En de andere corner die je dan wil hebben, laten we wel eventjes zeggen dat ik hem hier neerzet. En dan krijg je dus zeg maar zo'n vierkantje te zien wat je dus zeg maar geclaimd hebt. Nou, in deze claim kan niemand iets meer
destroyen. Dus geen blocks, geen dirt. Ze kunnen er niet onder, ze kunnen daar niet boven iets breken. Want het is jouw terrein. En dat kun je dus zeg maar met claim blocks doen. Zorg er wel voor dat je claim blocks natuurlijk wel netjes neerzet. En niet een andere claim zeg maar gaat hinderen. Want dat is natuurlijk tegen de regels, zoals natuurlijk heel erg logisch is. Nou, mocht je dus zeg maar je claim verkeerd hebben geplaatst of zou je de claim niet meer willen hebben, dan is het dus zeg maar, omdat dit een tutorial is, heel erg simpel. Je doet abandon claim. En de claim die bestaat niet meer en je krijgt je blocks gewoon terug. Nou, om dan nog heel eventjes snel terug te gaan naar mijn eigen wereld, zeg maar, mijn eigen land, Warps EP Shop. Als ik daar dan zeg maar terecht kom, je kunt ook set home neerzetten en alles. Kun je dus zeg maar zien tot alles hier netjes geclaimd is. Dit huis hier ook, dat is ook nog eens allemaal geclaimd. Deze battle arena die is geclaimd, alles is netjes geclaimd en daarvoor blijft het dus zeg maar veilig. Dus zeker belangrijk, kom je in de server, wil je iets bouwen? Heel belangrijk, zorg ervoor dat je het geclaimd hebt. Zet je je chests neer in de claim, niks aan de hand, niemand kan in je chest komen, omdat het jouw claim is. Je kunt anderen trusten, maar zorg ervoor, dat je zeg maar toestemming geeft. Dat ze dus zeg maar kunnen bouwen daarop, maar je kunt ook container trust geven, deuren. Deze deuren die kunnen alleen maar opengemaakt worden door mij. Of tot ik andere toestemming geef om dat geval zeg maar. Dus ja, ik heb hier dus zeg maar van alles hier gebouwd en dat is dus zeg maar mijn storage en dat soort dingen. Dus zeker heel erg handig om de beveiliging van je eigen dus zeg maar goed op te schroeven. Waardoor dat het dus zeg maar niet gegriefd kan worden. Nou, ik wil dit eventjes afsluiten, want dat voting systeem wat je dus af en toe een keer voorbij ziet komen. Wij hebben daar dus zeg maar hier in deze server een heel leuk iets mee. Als je dus zeg maar naar Warp Treasure gaat, treasure, of naar Warp Spawn, dat kan net zo goed. Dan zie je hier 3 kisten. Als je gevote hebt, krijg je 2 vote tokens erbij. En als je ze opspaart, kun je dus zeg maar verschillende kisten hiermee openmaken. Dit is toegankelijk voor iedereen en elke keer zitten random items in. Tot zelfs masterballs heb ik erin gezien, rare candies, evolutiestonen, items. Er kunnen van alles kan erin zitten. En hoe meer vote tokens je gebruikt, hoe groter de kans is dat je natuurlijk awesome items pakt. Dus op zich, voten, het enige wat het doet is ervoor zorgen dat de server zeg maar meer bekender wordt. En om dat een beetje te belonen, hebben ze dus zeg maar zo'n systeem bedacht. Dat je er dus ook zeg maar iets voor krijgt. Als een soort bedankje terug. En ik moet zeggen, dat is echt een heel erg gaaf systeem. Nou, verder, hoe kom je aan money? Nou, dat is heel simpel. Als je Pokémon er zeg maar battelt, die droppen dan items. Die items die kun je dan zeg maar verkopen. Zoals je hebt hier Pokémon items, zoals ik al zeg. Maar je hebt hier dus ook nog eens een extra shop hier. En die shop die kun je dus zeg maar, je kun je bijvoorbeeld, zoals je hier ziet, black insects, feathers. Die kun je hier allemaal verkopen. Nou, oké, eggs kun je niet verkopen, maar je ziet dus zeg maar cell. Nou, en de knop die laat zich eigenlijk zien. Links is dus zeg maar dan koop je het en met cell dan verkoop je het. Om het heel eventjes te demonstreren. Ik heb nu een veertje gekocht, zoals je ziet. Ik heb hier een veertje staan. En als ik dus zeg maar hem verkoop, dan verkoop ik hem weer. Ik heb daar net geld verspild, maar dat maakt niet uit. Het is allemaal voor tutorial, hoor. Het is allemaal zeg maar om te laten zien hoe het allemaal een beetje werkt. Dus ja. Nou, mocht je dus zeg maar hier gezellig komen, ik hoop jullie natuurlijk te zien hier in Pixelmon. Voor de rest, ja, heb je nog vragen, dan kun je altijd achterlaten in de reacties. En met dat dank ik jullie voor het kijken naar deze video. En ik hoop jullie natuurlijk ook af en toe een keer te zien bij Pixelmon. Als je natuurlijk een grote fan bent van Pixelmon. Voordat je dingen gaat vragen over hoe installeer ik het, noem het maar op. In de beschrijving, daar heb ik een link neer staan waar dat je het kan downloaden. Nogmaals, wij gebruiken op dit moment 3.1.4. Gebruik je een lagere versie, kom je er niet in. Want dat werkt niet, omdat deze versie, zeg maar, die is op dit moment verplicht. Komen de updates, er is een forum. Ik zal dat forum ook nog eens een keer in de beschrijving neerzetten. En vergeet niet dat je Minecraft moet hebben op versie 1.7.2. Heel veel mods die werken op 1.6.4. Nou zitten we op 1.7.2, dus dat is heel belangrijk. Hou daar rekening mee. Nou, dan hoop ik in ieder geval genoeg uitgelegd te hebben en hoe dat het installeren werkt. Ik heb een tutorial op 1.6.4, is bijna praktisch hetzelfde als 1.7.2. Mocht dat niet werken, Google, daar kun je altijd zeg maar een manier vinden hoe dat je zeg maar zulke dingen installeert. Dus ga dat niet vragen in de reacties, want daar kan ik gewoon echt simpelweg niet op antwoorden. Nou, ik hoop jullie hierbij genoeg te informeerd. Ik hoop jullie natuurlijk hier te zien bij Pixelmon, want er is dus nog veel meer te zien dan wat ik eigenlijk heb laten zien. Dus ik dank jullie voor het kijken en ik hoop jullie allemaal te zien in een andere aflevering. En niet vergeten, er komt nog een aflevering van Pixelmon, maar die zal helemaal Engelstalig zijn. Dus hou er rekening mee. Met dat dank ik jullie voor het kijken en ik hoop jullie natuurlijk te zien in een volgende video. Dus dit was Zelda Play 20. Doei!